daw din na san baka nangombra di smile ko mit ala de sma in sernang. Wat tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk umita day, udora day, upsa a day, ma no ay gomoro vara want jap moro day. Ma wambalang reik sanetang, tak mi you nang ala sma in sernang, mus ma lees a tekening. So, Surinamers alvast gefeliciteerd. Waarom gefeliciteerd? Omdat Upsa Ayurufu Akisologi Saben Dorothy dat one taki. We hebben de stembusgang gehad. Het is een moment van een volksraadpleging. Dat one taki, Dikke Willem zingt. Dat mi you nanga alasma. Die etan tussen Atumak Humak gebergte. De Atlantische Oceaan. De Marowijnen en de Quarantainrivier bekies a okasi futaki suma de wan mus dweng. Wana you steng e dweng en you e poteng you kan poer deng. So papa tauchi ben singing so. Wel, we hebben op 25 mei jongsleden. De volksraadpleging gaat die we noemen de verkiezing. Is af tak fos a verkiezing dat de maf paars de belon de mofoso tak Yoshi tak VAP ook roko nanga NDP en 26 mei dat zou chan komen via de bakadoro in OCRP komen P Fudu sang so. Itangen. We itangen, itnangen. So a campagne fu NDP ben voor FVC. Ya mama mes deki bolu. Ben amino katak mama. Wat a truck e rei. Money e fringi. Dat wan taki efikaris ref mama. Dat dem chifi kan lolo ondro wat truck banti. Dat wan tak na wa ma sei bor fruku. En de sondangs den dokter fin kan nyalati. As je begrijp wat ik bedoel. So. Maar de arki no. Dus dan nodig de stand van zaken kom bos. De verkiezing is gehouden. En er zijn drie productiedistricten. Paramaribo, Wanica, Nikeri en nog één. Komen wij nou, oké, schuiver. We in al die kiesdistricten. Heeft de VHP de verkiezing gewonnen. En nog grap weer, Mickey. Paramaribo heeft de VHP 7 zetels. En Wanica heeft de VHP 5 zetels. En komen wij nou 2 zetels. En Nikeri 4 zetels. Dat want dat hij alle CP a production de nof nof de smakisagi a VHP. A Orange Movement. So. In Koroni, is dat Koroni na akondref melk na nga oni. Is dat bidang latem late zelf reyen. Bine go broko keersi moro wasi wasi de nabong. So. We arki luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Daar zijn allebei de twee. Alle twee zetels gaan daar naar de NDP. Want ik kan berekenen dat dat bij een akusu, dus zij ben verwacht anders. Zo, so, maar in Paramaribo, de NDP kook is 5 zetels. Dus Melvin Bova is nog net weer erin, gelukkig, godzijdank. Maar om eens mij stellen een vraag. Dekoloog, maar hoeveel stemmen heeft de nummer 2 in Paramaribo gehaald? Mensen, eventjes nog wat geduld. Dat komt eraan zo meteen. Maar alvast gefeliciteerd Suriname met het feit dat we een nette, behoorlijke stembusgang hebben gehad. En opvallend was dat heel veel mensen heel vroeg al op de been waren. De stemlocaties waren druk tot het laatste moment. Zo, dat leek wel ongekend. Je leest een tekening. Maar dan we gaan door naar de jour van kiesologie. Want dan was het een beetje takikba. Want in geberekend dat nou hoe dingen wat in social media bij alles aan de worden gefilmd en vastgesteld, vastgelegd dat Yusuf Kashi zei sarapen, maar die ook al lukushi en volvo dat plotseling is hij dat den doosjes bij op. Den doosje. Alles maar loopt den doosje. Toen tra mij peang a doosje. Tra mij opa doosje go pot dappe. Wat tra dame opa doosje. Tra mij pot san gwein a doosje. En a heer san dat hij. Fu san zei gwein den doosje. Go pang den doosje. Tra den doosje. Opo. Gewoon zo. Hoi boy. Opo doosje. Sa we doen a doosje. Wacht die stop. Sa de doen a doosje. Zo. Brunswijk. De ket is open gegaan. En die mevrouw heeft een bundel in de doos geduwd. En weer dicht gemaakt. Waarom? Waarom zo snel? Want hij zat dat niet onderzoeken zijn. Want toen hoe het zijn procesverbalen. Maar als het procesverbalen zijn. Procesverbalen zijn wet. Hoor je mensen? A decoloog het aan jou. Procesverbalen zijn wet. Dus if a vrouw pot was in a kist aan blauw. Dan kan dat vrouw denken wel. We hoe dat aan jou. Zo. Maar dan was maar bij actie bigi bravo.
Ronnie Brussel, ik zeg Biggie Bravo, vertel ons even iets, laten we begrijpen. Er gaan nu al stemmen op dat de NDP zal gaan samenwerken met de ABOP. Hier heb je nog. Mee begieren. Dus allemaal vertraging om mijn passie. Maar mama, ik kan verduidelijk dat. Eenmaal de takuna visie, dan maak de nanga de visie, Gwego fanga visie. Je begrijpt wat ik bedoel, dus nu de maf NDP kost de so silent in de jere next moro. Toen de maf begwe in Osseer, het ontmoetingscentrum voor ezels en rovers, dat hij wang met opa loop Joop de lange jood. Ze hebben gorigera wat stembus, dat kan moest op een stembus gaan. Maar migado, dit is maf thuis zorg, hoe dan kan ik aan mijn jagoos, hè? Nee, omdat u hoort op je rekening. U weer een beetje smaak en vergaan, breng hem naar huis. Nee, laat hij rustig thuis gaan. Zip zeggen, opa, zo. Maar die man go interview, opa. Ja, mij hebben over Joop, de lange Jood. Baka die aheerverkiezing, Bahori. De man dacht, meneer Abrahams, heeft u commentaar? Maar dacht, ik heb geen commentaar. En ik denk niet dat ik voorlopig nog commentaar ga hebben. Weet je wat? Ik heb al mijn commentaar en ik slik het. Ik geef nooit meer commentaar. Dus... Hij heeft nooit meer commentaar, begrijp je? Nee, maar ik denk dat het goed en wijs is om ook nooit meer commentaar te hebben. Begrijp je nou? Heb je je voorstel, zou je doen? Mijn mati Joop de Lange Jood. Zo. Maar dan Biggie Bravo tak om daar aan te denken. Want die ket is opengekan. En een vrouw heeft dingen in die ket geduwd. En het werd dik gedaan. Waarom? Zo. Dus meneer Mike Nerkusu. We beginnen begging je voor de seriusu. Want u sap je tang en u sap je pusu. Dus in voorzichtig. Want if we fraude pleeg, we no acceptering. Zo. Je lees. A tekening. We arki, luku, si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. A VHP voorzitter. Ben breed. Amantak weer. Wel, we moeten het heel Surinaams volks feliciteren. Omdat na een overwinning voor VHP Sranang winnen. Omdat perebe met de speculaties. Ik ben kies toen mevrouw ooit ze weer Sharmila Bangarang. Sharmila Nyas Mama. Nee, ano Nyas Mama. Hoe is ze weer? Sharmila Mansaran. Ja, Kalidin of welke dien het nu ook zal zijn. Betak, de VHP haalt hoogstens 14 zetels. Zat gelijk. 14 plus 7 komt op 23. Oké, okay. Ja, we zouden de 23 moeten halen. Maar je weet wat mijn vrome nono de daar staan kon door de 20. Zo, maar Sharmila is stil geworden. Heel silent. Misschien wordt zij de nieuwe perschef van de president Santoki. We weten het nog niet zo. Maar met 70% van de telling afgerond. Dat heb ik eerlijk vastgeschreven in Timmons Times. 70% van de uitslag is al afgerond. Dus tot en met gistermiddag was de voorlopige verkiezingsuitslag dat hij hem berekend had. 20 zetels voor de VHP, 16 voor de NDP, 7 voor ABOP, 4 voor de NPS, PL en BEP hebben elk 2. Begrijp je? Nee, dus dat zijn de politieke partijen die nog mogen praten. Dus allemaal A20, Pro, Stree, Nieuwe Wind, Vereniging SDU. Ja, al die nieuwe lingen bij elkaar, 0 zetels. Je begrijp je? Dus voor de Surinamers moet dit een les zijn. Nogo las justing, nogo las justing. Want de nodoro a zetel en dan a zomaar you doing. Begrijp je? We wist wat William Wydu wilde. Where William Wydu wilde weer op de lijst. Hij heeft meer dan 200 stemmen. Dat zegt William Wydu heel trots. Want om eens maar bij bar. Hij zou niet eens 50 stemmen halen. Maar weet je wat hij heeft gehaald? Hij heeft 200 stemmen gehaald. Wauw. Wat een geweldigheid. Zo. Je leest. A tekening. En Ala Bakru Opoprijs, de Algemene Beveiliging en Ontwikkelingspartij, ABOP meldt gelijk Taki Ko Setsani. Want Setsani Yuru Doro, ja tuurlijk Setsani Yuru Doro. ABOP bereikt met de VHP te praten over regeercoalitie. Daarom ik die afro actie Brunswijk, gaat u werken met de NDP, maar tak me begier. Tuurlijk, want me bedoel van bravo ook toen een lood toch. 10 jaar lang de mij beledigd ABOP voor ABOP na visie. Van de maas meer John Pometti. Van de maas hebben ze wel een soort sani beheer. Nu plotseling NDP kon lief. Ik kon slijm. Zo boem. We gaan een regering vormen. Luku den Jimmy. Zo. We arki luku si. Luister hoor. Begrijp. Kijk en verstaan. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, zegt...
dat hij niet ontevreden is over de voorlopige stembusuitslagen. Want Abob is op 7 zetels, Jerebeb is na 2. En de Beb zijn de bende, we hebben dit aan de Beb zijn. Maar Abob zegt, let's get ready to talk. Weet je waarom? Omdat Oeps Do en Taki, voor ze dat verstandhouding, want Abob heeft 7. De VAP heeft 20, zitten we al op 27, is een behoorlijke regeercoalitie. Met Quorum en al. NPS 4 zitten we op 31. We luisteren naar PL en BEP hebben beide 4. Maar weet je wat? Laten we kijken als we PL nodig zullen hebben. Maar we zullen kijken hoe het zal lopen. Maar Abob geeft alvast aan dat ze bereid zijn te praten met de VHP. Zo, wij zijn en blijven benieuwd. Je leest het tekening. En dan... Dus maar dat kunnen we gaan herhalingen. Want ghetto power, ze sluiten aan naar VHP, dat no one man voor niks voor VHP. Omdat uno die gelegenheid. Uit nap ready. Met luk voor pagina DWT de ware tijd en met Sirahit. Met si dokter deel charmant nap dappen. Bakamang, dat we si ghetto power ready maar hemzelf. Samen met AR NDP ko rustig gelijk. Zo. VHP en NPS willen geen herhaling van 2015. Want in 2015, dat is maar V7 belast hoop. De laatste hoop denk we gelijk in ons doorwachtertelling. En toen is er flink gefraudeerd. Waren open doosjes waren open en op den duur was er niets bewezen. Maar nu hebben we openlijk wel gezien dat mensen gewoon blauwe biljetten, let wel, stemprocesverbalen zijn wit. Stembiljetten zijn blauw. Blauwe biljetten zijn gewoon gezet in een doos. Van waar komen die blauwe biljetten? Van waar? Zo. Dus VHP en NPS, Taki, we willen geen herhaling van wat er in 2015 is gebeurd. Want Noah's man is voera volk. Want daarom maak de man bro alle de papieren. Alles is gebrand van 2015. Er is geen bewijs meer. Waarom? Waarom is het gebrand? Moet ik je zeggen waarom? Omdat ik kan tellen, wil jij zien zo? En if this mabo telleram opnieuw, New Young Sang, dan zou het misschien niet als makko zijn, no. Het zou misschien niet kloppen. Je leest een tekening. Wel, de voorzitter van OKB, we kennen haar als Tante Bessie, Isabitok, om mijn mabitak, ze lijkt een beetje op Turf, trouwen met Karin Dora. Ze zegt, aer broeia Doris, die komen Doris, valt onder verantwoordelijkheid van OKB. Het onafhankelijk kiesbureau, nee, BISA, Binnenlandse Zaken, is verantwoordelijk voor die chaos over de uitslag van de verkiezingen. Maar zal dat jou verwonderen? Omdat diezelfde minister van Binnenlandse Zaken ook op de kandidatenlijst stond van de HVB. Dus de ballen worden lang. En wanneer die ballen lang zijn, raken ze verstrengeld. Belangenverstrengeling. Zo. Voorzitter Jennifer van Dijk Silos van OKB geeft aan dat hij er broeien door is die komen door is. Want plotseling er stembiljetten voor ware soort bij door in wat rare soort. En zomaar bij de stembureau voorzitter die erop zouden moeten letten. Want kijk. Wat zijn de taken van een stembureauvoorzitter? Een stembureauvoorzitter moet zien erop toe dat een stembus leeg is, dus een bus moet de leeg voor een telling, dat al die biljetten die mensen stem op uit zullen brengen, dat ze allemaal voorzien zijn van een stempel en een handtekening. Toch? Zo wordt de stemming, zo gaat dat in toch? Maar dat heeft als stembureauvoorzitter, nou, look hoe de stembiljet, van welke soort is dit? Dat wil zeggen, als stembureau voorstel is dondappen, nou doe een rokko correct. Het kan een fout zijn. Maar je weet, voor de objectiviteit en die a balance, a checking the balance, is dat je een balans moet zijn. Check, als je moet de balans, like va, vind ik een beetje een balans. Als je de balans, maar als je met die balans, want allemaal waren jamu ede. Als if wat jamu no vader tapie ede, mag je geen stembureau voorstel zijn. Dus allemaal zijn van de NDP. Dus daarom met hoe daar aan gaat denken. Want hoe Jeremia Gba, lek van als stembureau voorzitter, ben je een vrouw, maar hoe dat aan gaat denken. En daarom zegt
mevrouw Jennifer van Dijk Silas ook duidelijk. Als er plotseling een groot verschil is, dan weten we dat er wat aan de hand is, toch? En we hebben dat beeldmateriaal al duidelijk gezien, waar die jonge dame gewoon plotseling een hele stapel blauwe biljetten duwt in een doosje. Niet haar doosje, een doos die open stond daar. Gewoon een dame poesala de sangoina dosu. En we hebben het vastgelegd. Het is op de band. En we willen weten, wat heeft ze daar in dat doosje gezet? Maar ook aan mij, voorzitter Jennifer van Dijk Silas geeft aan dat als er later grote verschillen zijn, dat er een probleem gaat zijn, ja. Want we hebben duidelijk gezien wat er gebeurt. En ik vraag me af, waarom moeten zoveel mensen door elkaar lopen? Waarom? Alleen om meer broeiadores te veroorzaken. Maar, een volk tak den daai en den Nelly Basanso. In geval van mijn vrouw deer, den no acceptering, zo. Je leest, a tekening. En alle examenklassen starten landelijk op 1 juni weer met de school. Dus al die studenten zich druk maken. Tak do las as koroyari. Nee, 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 we doen onze best. We zijn gereed om 1 juni te starten met de examenklassen. Dat zegt de Iron Lady, Prinses Fiona, Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Want baka die a corona-pandemie. Ben meka er pandemie na in Sernang, en op Sernang wa er grond. Tapu ben de na pandemie. Dan no fos de ma kisun sing des refi. We zijn al langer dan 5 weken. Bijna zijn we al dadelijk 1 maand en 2 weken al COVID-vrij. Geen enkele nieuwe melding. Desondanks de ma wana lo broeia. Doris moest hij komen, Doris in haar country. Zij de, omdat hij berekend dat hij aan COVID, dat hij maar bij kan rule. En doe de san, en hoe begrijp boemboe, zou hij bedoel zo. We arke luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dan naar de examenklasse. O start op 1 juni, baka gelijk, landelijk gaat het om 11.230 leerlingen van de GLO die een examentoets moeten afmaken. En bij de VWO gaat het om 1212. Ja, 1212, dus 1212, zo schrijf je het. Leerlingen, nee, daar zeg je studenten, ja, die een examen zullen moeten afleggen. Dus hem gebreken taki, de mannen daar gaan play. Avond, IMEO, dan gaan avond, HAVO, Arkiboom. Daar heb je ook een x-aantal leerlingen die examen moeten afleggen. Dus voor allemaal 1 juni. Dus over 5 dagen, nee, 4 dagen of 3. En joh, volgende maand begint de school weer voor alle examenklassen, zo. Je leest. A tekening. Wel, in coroni. Dus mijn acties heeft ze. Want zomaar meer dan je broeiadores. Want man bel me, maar tijd me deko. Meer dan ze niet. Dat kwam toen hij tjano kon stem ja. We van denk deko. We iets kronten ik de me. Dat nee, 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 nee. We nee iets kronten ik no asma. Maar die me kisa felen pjera me schuwa ma tape besi me tako wakti me saba man dis. En om meneer ossa be pleeg die transfer. Ja, tuurlijk me lek dekoloog van faculteit der dekologische wetenschappen. U Sabrina precies heeft sa TAD tap adek. Dus dat me tak nee, me lees a tekening mensen. Het gaat niet om Haitianen. Het hebben, zeg je Haitianen die hebben gestemd op corona. Het gaat om een paar Bosnian-Creolse mensen. Die hun verhuizing hebben aangevraagd jaren terug. En zijn ingeschreven op corona. En zijn alleen de dag van de stemming daar gaan stemmen op corona. En dat is iets dat kan. En je weet, in corona heb je maar 700 mensen nodig voor 1 zetel. Die tweede zetel heb je 400 mensen nodig. Dus dat was dat. Moni prati, hoe heet dat op Joop, de lange Jood, ben dat op? Moni prat dat op koroni. Faisal Abdul Ghafufu, hij was ook daar, dat praat wel om moni. En hoe heet dat op Bond? Zo maar je bedoelt James Bond. Nee, de vage Bond. En ook de sponsor voor de toe artiest, je begrijpt wie ik bedoel. En ook toe ben dat op, je praat moni, rijst op aan je wens. Dus hij kan begrijpen, vast aan walk like a champion. Dat in koroni, little London me bedoel. Maar dat omen, omen is maar. Pot des tengi jo nepte san af chief kosu we arki we ben tell op jigba taki des maf en bakajani of bakashino of wakti ai nofari ding Isaias Moksi de nepte abe kan joro is wan setel in koloni maar samsi kolonis klein en plettig koloniano ondersteunen koloniano niet zo we weten het nog niet zo maar in koloni zijn beide zetels. Allebei de twee voor de NDP show. Minego broko keersi moro wasi wasi de nabung. Je leest. A tekening.
En Paul ben bereken tak kan de alasan worden rustig in akondre. Ook in een crimineer die bradisch kopu. En met overuren wat na OKB kantoor. Dat wat u schutter acrobaat. Werk allergische jongens. Die dus heeft toegang tot het gebouw. En er is dus een inbraak gepleegd daar bij het OKB kantoor. Zo rara. Met hoeveel geld gingen ze ervan door? We weten het niet. Maar eventjes, nu moet ik wel even iets anders doen. Namens de kandidaat nummer 2 in Paramaribo, Cedric van Samson, wil ik even iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zijn ondersteuning heeft getoond aan de kandidaat Cedric van Samson. Alle mensen die me in gebed hebben meegenomen. Al de mensen die op welke manier dan ook mijn campagne hebben ondersteund. En een special big up voor alle mensen die de VHP een warm hart hebben toegedragen en ervoor hebben gezorgd dat de VHP nu de grootste partij in Suriname is. Uw vertrouwen in mij gesteld zal niet beschaamd worden. Dank u wel voor jullie allemaal voor je ondersteuning. En no vergeti, alleen toe programma, ik wil gewoon door, lees a tekening, nanga tapa dek, zo. Want we ta lees a tekening. En no vergeti mensen, want misschien was aan op Facebook en met takanga walamala. Ano ala profiel saskrif Hari Dat Singh, Baldeo Kash of Anurada Nawa Hindustanisme. Want mensen zijn bezig met fake profielen een bepaalde racistische oorlog te starten. Mensen voorzichtig naar de nep-account. Laat je niet afleiden door racisme. We zijn één Suriname. En na wama maser na wa alamalaitang. Na jou kumba teberi. Jawe libi. Jawe tang. Jawe dede. Dus kuta wang sernamang. En kuno fetanga makandra. En mek uitjan panisis nisi kuli of blakamang. Unala. Na wang. Zo. So, je lees. A tekening. Dus dan udena sanbaka. Tamara fuka luku de actualiteit. Maar you zorgu dat you check luku si en volku. Lees den kranti. Volg de elektronische nieuwsmelding. Nanga wandu nomo. Zodat mi nanga you. Ka lees. A tekening.